Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel ook niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, we zijn beland bij deel 5 van de geheime magische betekenissen achter woorden, woordenalchemie. Nou, om jullie natuurlijk een beter inzicht te geven, vertel ik veel meer over de geschiedenis, zodat jullie een beetje weten, waar komen die woordenbetekenissen nou eigenlijk vandaan? Want er zit echt gigantisch veel meer achter dan jullie denken. Nou, we waren aanbeland bij Kaïn, de zoon van Adam en Eva en de broer van Abel en Seth. Nou ja, in ieder geval, Kaïn had dan Abel vermoord vanwege jaloezie. Daar waren we beland. Nou ja, jaloezie is eigenlijk dualisme. Hè? Ze zijn zichzelf vergeten. Nou, dat is daar allemaal gewoon een beetje gebeurd. Hoe het precies is gegaan, jongens, kan ik jullie natuurlijk niet vertellen. Ik was er niet bij. Ja, was dat maar zo, dan kon ik het echt heel makkelijk, zonder uit te zoeken, vertellen. Maar ik kijk alleen maar naar wat resoneert met mij. Omdat ik zoveel verdiept heb in van alles en nog wat. En waarvan ik denk, oké. Daar zou het in kunnen zitten en dat is daar en daar misgegaan. Als ik hier dus kijk naar de stambomen, ik laat het hier jullie zien, want je hebt hier dus allemaal verschillende stambomen. En ja, Kaïn, die had dus nakomelingen gekregen en dat was Henoch. Maar het gekke is, als je ergens anders weer kijkt, dan lijken die namen van Seth en Kaïn heel erg veel op elkaar. Nou, Kaïn is gaan rondzwerven nadat hij natuurlijk zijn broer heeft vermoord en verbannen. En is eigenlijk nog slechter geworden. Nou, als ik dan hier ook lees wat hij dan is gaan doen. Flavius Josephus schreef dat Kaïn na een zwerftocht door vele landen aankwam in de stad Nod. En zich daar vestigde. In plaats van zijn leven te beteren, werd hij nog slechter. Hij beroofde zijn buren met geweld en werd een groot leider van slechte mensen. Hij veranderde de eenvoudige leefwijze van mensen door het introduceren van maten, gewichten en grenzen. Dus dat is eigenlijk ook weer een hypothetisch verhaal. Hè, wat wel waar is gebeurd natuurlijk van dat misleiding is natuurlijk in stand gekomen. En hieraan kan je dus ook zien dat, dat er al mensen waren. En dat Adam en Eva niet de eerste persoon waren op deze planeet. Want ja, hoe kan hij anders dan een groot volk komen? Is dat dan alleen maar naar zijn nageslacht?
Hij is dus met zijn zus getrouwd. Als God dat had gewild, even serieus. Ja, dan was incest nu heel erg normaal geweest. Nou, ik weet het niet, maar dit afschuw ik. Ja, dit verafschuw ik. Dus incest en pedofilie en allemaal dat soort rare dingen. Nee, dat is niet zo zoals God het heeft bedoeld. Want we zien het allemaal zelf. Dat als je namelijk met je eigen vlees en bloed nageslachten gaat maken, dan krijg je dus een verkeerd nageslacht. Ja? Dat heb je ook in de dierenwereld zo. Ga je zeg maar fokken met de broertjes en de zusjes. Of moeders met hun kinderen. Of weet ik het veel wat allemaal. Dan krijg je dus een heel verkeerd nageslacht. Dat noemen ze niet voor niks een mogoltje. Of iets dergelijks wat eruit gaat komen. Kan gaan komen vooral. Dus nee, ik geloof daar niet in dat dat de bedoeling is geweest. En dat het ook zo is gegaan. Dat hebben ze misschien wel zo gebruikt of misbruikt om daar een soort van vrijkaartje voor te gaan krijgen. Want Kaïn, die werd dus heel slecht, zoals we het hier lezen. En ik weet ook zeker dat Kanaan, het Kanaanitische Rijk, naar hem is vernoemd. Of dat hij eigenlijk dat volk was, hè, van het Kanaanitische Rijk. En dat was dus wat ze nu Israël noemen. Dat was dat land. Zullen ze heel veel uit de Bijbel hebben gehaald of uit al andere oudere geschriften waar dat allemaal in staat? Want het is natuurlijk eeuwen terug. En we hebben het ongeveer 4000 jaar geleden. Valt eigenlijk op zich mee. Of nou, misschien iets langer, want ze hebben een paar duizend jaar geleden. Dus wat in de meeste van het Verre Oosten staat, is religie niet ouder dan 20.000 jaar. Zoals wij het nu kennen met afgoden en ja, valse goden en dat soort dingen. Dus religie zoals we het nu kennen, met mysterieuze dingen, bestaat het niet langer dan 20.000 jaar. Nou, dat kan natuurlijk ook wel kloppen, want al die mensen hebben wel zeker 1000 jaar geleefd. Want ja, dat bewustzijn dat brak steeds meer af, dus het brokkelde ook af, dus dat werd gewoon een sterveling. En dat is natuurlijk niet meer zo snel gegaan als dat we nu hebben, want ja, nu kan je bij je eerste levensjaar al doodgaan. Maar je kan je eerste levensjaar nog niet eens gehaald hebben. Maar weet je, dat komt gewoon omdat het bewustzijn zo verschrikkelijk beperkt is geworden. Nou, we zien het hier ook. Hij heeft maten, gewichten en grenzen ingebracht. En die grenzen zijn ook natuurlijk de beperkingen. Ja? Dus hij heeft de mens gigantisch beperkt. En geen kennis meer gegeven over het al. Ja, over het al. En Seth daarentegen, die is wel redelijk soort van de goede kant op gegaan. En die wilde nog wel het volk, zeg maar, wijs maken. Maar ja, die wist het zelf natuurlijk ook niet meer helemaal puur. Dus die nakomelingen zijn natuurlijk gewoon zo doorgegaan. En hebben hun kennis doorgegeven. Zonder daar echt wat mee te doen. Dus de poorten van de hemel. Dus denken ze, ja, we komen niet meer in de hemel. Dan komen we pas na de dood. Ja, dus ze geloven er niet in. Ze hebben het zo gebracht in die geschriften. Dus zo verdraaid tegenwoordig. Dat je eigenlijk de poorten van de hemel pas in kan na de dood. Nou, dat heb ik je net verteld. Dat is dus niet zo. Hè? De deur staat altijd open. En het is nu bewust worden. Dus Kaïn, die kreeg Henoch, Irad, nou nou allemaal nog wat meer mensen. En natuurlijk een veel groter volk, want heel veel dingen staan er ook gewoon niet op. Als je nog andere dingen bekijkt, andere stambomen, dan zie je ineens weer andere namen. Dat je denkt van nou, hoe zit dat nou eigenlijk allemaal precies? Dus er is nog heel veel verzonnen. Het is een moeilijk iets om dit helemaal in detail helemaal uit te vogelen. Want ja, je bent er niet bij geweest en je weet niet meer wat de waarheid is. Je kan alleen nog maar kijken naar wat met jou resoneert. Nou, en Seth kreeg Enos. Nou, je ziet het ook. Henoch en Enos zijn bijna allemaal een beetje dezelfde namen. Dus wat is daar ook weer van waar? Maakt niet uit. Er is in ieder geval een grote misleiding. Heeft er in ieder geval plaatsgevonden, zoals je ziet. Nou, even kijken. Dus Kaïn werd eigenlijk het Kanaanitische volk. En wat eigenlijk alleen maar met afgoderij te maken heeft. Want ja, ze wilden een god zien. En niet een denkbeeldige god, zoals wij ze nu kennen. Hè, als in ieder geval een god die we kunnen zien. Maar eigenlijk kun je God overal zien. Want daarom zeggen ze ook, God is alles. En want alles wat je kan zien is het licht. Ja? Doordat we licht kunnen zien, dus doordat we dingen kunnen zien, komt doordat het licht uitstraalt. Daarom zien we dingen. Het is namelijk een weerkaatsing van licht. En daarom zien we dingen. Dus alles wat we zien,
En niet alleen wat we niet, wat als we het niet kunnen zien, is het er alsnog. Want ook dit in de lucht, dat zijn allemaal lichtmoleculen. En zoals ik je in de voorgaande video al heb verteld, dat je een lichtbewustzijn bent. Je bent lichtwezen. Een ras betekent een lichtbundel. Ja? Dus als we het over rassen hebben, dan hebben we het over lichtbundels. En dat ga ik jullie ook regelmatig herhalen, zodat jullie het niet vergeten. Dus we zijn allemaal lichtbundels. Alles is licht. En dat was ook het volk wat vertegenwoordigd moest worden. Dat we het licht zijn. Dat is wat we vertegenwoordigen. Iedereen is het licht. En we zijn niet gescheiden van elkaar. We zijn niet één persoon. Nee, we zijn één grote geest. Met allemaal wel een individuele vrije wil om te kunnen scheppen. Dus om zijn creativiteit, dus om goddelijke creativiteit te kunnen uiten, heeft hij meerdere persoonlijkheden gemaakt, of zij, of hoe je het ook mag noemen, het is niet een mens, om zichzelf te kunnen uitdrukken. Ja? Om alle talenten en intelligentie eigenlijk tot stand te gaan brengen. Nou, dan heb je later in het verhaal heb je Noach. En tot die tijd was het eigenlijk nog een vlak land. Ja? Alles was vlak. Want er waren nog geen bergen en dat soort dingen. Dus het was eigenlijk nog Pangea. Het hele land zat eigenlijk aan elkaar vast. Dus het hele continent, al die landen, waren nog geen losse landen. Die losse landen zijn pas ontstaan vanaf Noach, toen eigenlijk de zondvloed kwam. Nou, zoveel negatieve energie was er op de aarde. En het waren ook nog halfgoden, dus het waren nog niet helemaal totaal verloren zoals we nu verloren zijn, zeg maar. Verloren, we hebben niet verloren. Ja, we hebben verloren als we niet meer gaan winnen. Maar als we niet meer gaan leren en geen kennis meer gaan opdoen. Maar dat waren dus halfgoden. Ze leefden ook nog veel langer. Je ziet ook in de geschiedenis dat ze 900 jaar waren. Of 800 of duizenden jaren oud waren. En dat ze pas op latere leeftijd kinderen kregen. Want ook dit allemaal, dat hele proces van menstruatie. En in de overgang. Allemaal dat soort dingen. Dat is gecreëerd door dat we onze krachten zo misbruikt hebben. Dat het lichaam alleen nog maar op een soort van reserve, op hun reserves teren eigenlijk. Dat is waar we nu in leven. Totaal afgestompt van onze hersenen. Dus Noach voelde dat al aankomen, dat er zo'n zonvloed is. Ja, logisch, als je dichter bij de natuur staat, net als dieren, die voelen het ook aankomen. Ja? Dat als er een of andere oorlog uitbreekt of een aardbeving aankomt, dan rennen ze ook al weg. Dat is intuïtief. Ja, intuïtief voel je dit al. Nou, en Noach had dat ook. Dus die bouwde dus zo'n heel schip. En weet ik het allemaal waar ze het over hebben. Maar die kreeg dus ook drie zoons. Natuurlijk kregen ze ook dochters, jongens. Daar wordt niets over gepraat. Want ja, dat mannelijke en dat vrouwelijke, dat willen ze natuurlijk verdeeld hebben. En ze hebben het nu alleen eventjes over de stamhoofden. Vrouwen waren helemaal niet belangrijk. Want dat waren natuurlijk de misleiders. Zoals ze het zo mooi hebben gebracht. Ja. En er waren ook al slavinnen. Ja, want ze hadden ook allerlei slavinnen. En Adam en Eva na die tijd, ik denk dat die Kain en die Set en weet ik het allemaal, dat is er zo ingegaan. Toen ze natuurlijk hun eigen macht en kracht kwijt waren, toen hadden ze natuurlijk wel iemand nodig waar ze de baas over konden spelen om de boel voor hun op te lossen. Om hun huizen te bouwen, want ze konden niet meer materialiseren. Hè, ze wisten niet meer hoe ze dat moesten doen. Dus dan gingen ze dat wel door iemand anders laten doen. Hè, om hun eigen vuile boeltje eigenlijk op te knappen. Dus dat verloren ze allemaal. En er waren nog steeds mensen, jongens, en die zijn er nog steeds, die hun goddelijke bewustzijn hebben ontwikkeld of hebben behouden. En deze nooit kwijt zijn geraakt. Omdat ze niet zich hebben laten verleiden tot iets wat een fucking illusie is. Ja? En er zijn dus een paar die dus waarschijnlijk nog hebben moeten ontdekken hoe het bewustzijn in elkaar zit. Waaronder wij allen, dat we al die treden dus aan het verkennen zijn waarschijnlijk hoe laag we kunnen zinken. en die mensen die daar natuurlijk zo hebzuchtig in zijn geworden en die dat als realiteit dus zien. Dus die Kain die zag dat als realiteit en Adam en Eva, die zagen dat als een realiteit geworden. Dat ze dus naakt waren ineens, terwijl eerst geen naaktheid bestond. Die was gewoon zoals je was. En die zijn dat natuurlijk helemaal gaan misbruiken. Zijn hebzucht gaan creëren. Die willen het allemaal voor zichzelf houden. En daarom hebben ze zoveel kennis achtergehouden. Dus om maar die God te spelen die ze niet hebben kunnen zien waarschijnlijk. Die ze niet meer zagen. Ja?
alles zagen ze. Overal is God wat ik zeg, want alles wat licht uitstraalt, alles wat je kan zien is God. Maar voor hun moest dat waarschijnlijk iemand zijn als persoon of personage die ze niet meer, die ze kwijt waren, uit het oog waren verloren. Nou, dus die Noach, die kreeg dus 3 zonen. Dus die bouwden dan dat schip en die hadden dan overlevenden en bla 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 bla. En ze zeggen dat de nakomelingen van Kaïn, dat die allemaal verwoest waren. Maar ook wat je dan weer leest, het waren mensen die bang waren dat ze misschien wel afstammelingen waren van Kaïn. Of, daar wilden ze niks mee te maken hebben. Dus waarschijnlijk hebben ze dat gewoon eruit gehaald. En een vaag verhaaltje van gemaakt. Ja, die zijn met de zonvloed allemaal al omgekomen. Dus niemand stamt nu meer af van Kaïn. Maar goed, dan krijgen we natuurlijk een tweede verhaal. Want zou niemand meer afstammen van Kaïn? Nou, dat geloof ik dus niet. Want daar kwam het hele Baal-worshipping vandaan. En het Kanaanietenrijk. Maar goed, Noach had dus ook 3 zoons. Nou, er moet er natuurlijk altijd weer eentje tussen zitten die dwars zit. Hè? Hoe kan dat nou toch, hè? En die had Sem, Ham en Jafet. Nou, Ham werd ook Cham genoemd. En Cham betekent zwart. En mensen, die maken daar natuurlijk iets letterlijks van. En die denken dan, maar hij was zwart van kleur. Dus daarom hij was zwart. Ja, er was een zwarte, daar komen ook de Arabieren vandaan. Cham en bladibladibla. Nou, Cham, zwart, betekent eigenlijk gewoon duister. Cham of Ham was ook een duister persoon. En die, die volgde eigenlijk een beetje de voetsporen van zijn voorouders van het Kaïne. Kaïn en Seth, die waren allebei natuurlijk nog steeds niet helemaal, niet het godbewustzijn hadden ze. En, of beseften ze in ieder geval, waren halfgoden. Daarom werden ze nog wel vele jaren ouder, omdat er ook geen leeftijd, een tijd bestond. En als je die niet viert, dan word je vanzelf wel jaren oud. Hoe konden ze nou eigenlijk meten dat ze zo oud waren? Nou, dat is natuurlijk door de geschriften die ze allemaal hebben gevonden, dat erin staat hoeveel... Hoeveel jaren erover gingen, zeg maar. Nou, Ham die kreeg een zoon en die heette Kanaan. Nou, daar gaan we weer. Dat wordt weer vernoemd naar het Kanaanse Rijk. En daar kwam dus ook van Jafet en Ham, kwam dus weer Ismaël uit voort. En Ismaël, er komt weer de islam uit voort. En we hebben hier Sem, daar kwam dus weer Abraham uit voort. En Abraham, nou, dat kennen we dus ook het verhaal. Dat is vooral het grote verhaal waar heel veel misleidingen zijn. Dus daar dus zijn ontstaan. En eigenlijk dit helemaal verstrooid is geraakt. Dus vanaf Noach, Sem, Ham en Jafet nog maar meer misleidingen gekomen. Natuurlijk zijn er ook heel veel profeten gekomen. En profeten geweest. En die zijn er ook nog steeds. En sommige zijn bekend. En sommige zijn minder bekend. Dus sommige zijn artiesten geworden. En sommige niet. Dat is ook weer een verhaal apart. Maar Abraham. Laten we het daar even bij houden. Hij ging later van Hanan. Ging die naar Kanaan verhuizen. Naar het Kanaanietenrijk. En het Kanaanietenrijk was het rijk wat nu Israël heet. Dus het Kanaanietenrijk. Daar komen dus de kannibalisten en alles vandaan. En dat zal ik jullie hier ook laten zien. Even kijken, dus de Kanaanieten, nou dat heeft ook allemaal weer met Kaïn te maken. Dus alles wat weer daarmee geleerd is, daar komt dus ook weer Baals worshipping vandaan, Farao's, Kings of Babylon, het Vaticaan, de Romeinen, Judea, dus de Joden, de Knight Templars, de Khazaren, de Kabbalah. De Freemasons, de Jezuïeten, de Illuminati en USA. Ja, weet je. Nuevis Ordo Seclorum, dus de New World Order. Allemaal in het Latijn. Ja, dus zo komen wij eigenlijk ook weer aan ons Latijn. Als je het hier ook ziet, dan heb je de Kanaanieten, Baalworks en het cannibalisme. Daar komt dus het woord cannibalisme vandaan. Omdat ze hun offers, en vooral kinderen offerden ze, die moesten ze dan ook zelf gaan eten. En dan kregen ze een soort van extasegevoel en orgies en seks. Nou, het ging helemaal de verkeerde kant op. Maar waarom hebben ze nou die Baal-worshipping gedaan? Waarom was dat nou zo belangrijk? Nou, dat ga ik jullie dus in de volgende podcast vertellen. Waar dus die hele Baal-worshipping vandaan komt en hoe dat dus is ontstaan en wat ze nou eigenlijk allemaal deden. En de 12 stammen van Israël ga ik jullie vertellen wat daar dus allemaal
gebeurd heb mogen zijn. Nou, lieve mensen, hebben jullie vragen? Stel ze hier gerust beneden in de reacties. En dan ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op mijn knop abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Nou, dan ga ik nu dus verder met deel 6.